Good morning YouTube, yo gasten, welkom bij Team Lief. Ik ben Jeff, ik moest even denken, ja. Ik ben Jeff en vandaag heb ik voor jullie een plus 18 videootje. En waarom is die plus 18? Nou, dat ga ik jullie nu heel eventjes in het kort uitleggen. Omdat het K-woord erin gezegd wordt en ik heb toch zoiets, nou weet je wat, er zijn toch mensen die hebben dat liever niet dat ze dat horen of wat dan ook. Nou, ik zou zeggen jongens, klik dan gelijk dit videootje weg, dan blijven wij even goede vrienden. Krijg ik ook niet achteraf weer gezeik van waarom wordt er gescholden met het K-woord. Ik laat dit bericht gewoon even aan jullie horen en dan ga ik er zo direct weer op verder. Laten we gewoon even beginnen met de commentary. Meespelen of meegamen, laat ik het zo zeggen, dat kan altijd. 9 van de 10 keer kan het wel. Soms kan het niet. Ik zeg ook altijd tegen iedereen, jongens, je kan, je mag meespelen. Maar stuur even een berichtje van, joh Jeff, kan ik meedoen? Of joh Team Dief, of joh Dief, kan ik meedoen? Of gewoon, kan ik meedoen, mag ik meedoen, weet ik veel. Stuur dat gewoon en dan krijg je van mij een invite of je krijgt van mij een berichtje dat het kan. Stuur ik geen berichtje terug, dan kan het niet, dan ben ik bezig. Of ik heb gewoon geen zin om met subs te gaan spelen. Dat gebeurt ook wel eens. Hè? Je hebt ook niet altijd zin om met bepaalde mensen te spelen. Nou, dat heb ik ook. Dan maakt het niet uit of het 1 iemand is, 2 of 3 of 10. Dat maakt me geen moer uit. Soms speel ik ook wel eens gewoon solo, weet je. En soms ben ik ook gewoon bezig met een videootje. En dan heb ik gewoon liever niet dat er iemand meedoet of bij zit of wat dan ook. Ik vind het ook gewoon onbeschoft als je gewoon in gesprek bent met een ander. Dat iemand gewoon zomaar in je call komt en meteen begint te tetteren en weet ik het allemaal. Of er gewoon bij komt en die gewoon niks zegt. Daar heb ik ook gewoon bloedhekel aan. Kom er gewoon niet zomaar bij. Dan kan je zeggen, ja Jeff, dan moet je hem op invite only zetten. Weet ik. En dat doe ik 9 van de 10 keer ook. 9 van de 10 keer. Dan game ik ook gewoon op offline, omdat ik anders niet kan gamen. En er zijn gewoon bepaalde mensen die sturen 100.000 berichten. En dat is wel heel erg veel. Nee, maar ze sturen gewoon echt gewoon heel veel berichten per dag. Of ze mee kunnen doen. Nou, dat kan niet altijd en daar reageer ik ook niet altijd op. En als het niet kan, reageer ik meestal niet. En als het wel kan, dan krijg ik van mij een berichtje. Soms is het 10 minuten later omdat net een potje is begonnen. Maar wacht er dan gewoon even af. Of ja, je hebt gewoon net pech, weet je. Dan kan je gewoon niet meedoen. En sommige mensen die sturen gewoon 5 tot 10 berichten en soms nog wel meer. Nou, ik heb hier een stukje geluidsfragment. Er zit niks aan dat ik zeg van, nou, daar heb ik een bloedhekel aan. Maar zo, ik laat het je gewoon nu even horen. Dus dat het zo ook gewoon kan, dat je zo'n berichtje stuurt, zeg maar, naar mij. Yo, kan ik meedoen? Tja, en helaas, hij kan niet meedoen, maar wij zitten in een potje. En dus ik reageer niet en hij kan niet meedoen. We zijn al met mensen, het is niet een full party, maar we zitten hier al in een potje. En wat gebeurt er nadat hij dat soort berichten stuurt? Kijk, hier staat hij. Gaat hij dus gewoon sessie joinen. Nou, en daar heb ik dus gewoon echt een bloedje hekel aan. Ik heb dit persoonlijk al een aantal keer gewaarschuwd. Jongen, doe dat nou niet, stop er nou mee, niet doen, kappen nou. En iedere keer blijft hij het doen. En een keer wel zeggen, ja, het gaat per ongeluk. Nee, bullshit, het gaat niet altijd per ongeluk, want je joint gewoon op mijn naam. Want waarom gaat het niet per ongeluk als ik offline weergegeven sta? Waarom gebeurt het dan niet, weet je? Nee, het is gewoon moedwillig, gewoon joinen in een potje. Jeff, ik wil gewoon meedoen, dus ik join gewoon tegen. Of ik join gewoon mee, dat maakt niet uit. Hè? Die heb je ook, ik kom gewoon bij jou in het team. Nou, dat kan. Maar ik heb daar gewoon een hekel aan. Doe dat nou gewoon niet, weet je. En als ik dan 40 keer dat moet zeggen, nou op een gegeven moment, en dan is het gewoon bij de 41ste keer, is het gewoon de maat vol, weet je. En dan kik ik gewoon naar die lijst ernaar. Ik stuur geen berichtje, ik reageer niet of wat dan ook. Ik stuur niks naar je, ik verwijder je meteen. Nadat je al een keer hebt gewaarschuwd, en meerdere keren, trap ik je er gewoon uit en klaar. En juist op dat moment, als je iemand uit je lijst trapt, gaan ze berichtjes naar je sturen. Dat heb dit persoon ook gedaan, die stuurt ook gewoon weer een berichtje. En ik zal hem ook even naar jullie, aan jullie laten horen, dan, zeg maar. Daar komt hij weer. Yes, en met de visie van de kankermogol. Je hebt een nieuwe hatertje bij. Ik zou daarvan elke dag nieuwe kansen maken om jou te kankeren, vieze hoerenkind dat je bent.
letterlijk mee bergsluiters vinden en ze hebben mijn laatste pijp. Wauw. Hier word ik al bang van. Echt waar. Als je dit soort berichten naar mij toe stuurt, terwijl je niet eens mijn moeder kent, niet eens mijn vriendin kent. Hè? En je stuurt dit soort berichten naar mij toe, dan ben je gewoon in mijn ogen een grote lul. Dat ben je. En het ergste is nog van dit videootje, of tenminste van dat geluidsbestandje wat je naar mij toe stuurt, dat je dit allemaal zegt met een brok in je keel en de tranen over je wang heen. Want als je het laatste stukje zegt van, die heb me nog gepijpt, en dan zie je, je hoort gewoon, je ziet het niet, maar je hoort het gewoon, dat je een brok in je keel hebt en de tranen over je bek heen loopt. Want, ten eerste, mijn meisje zal het nooit doen, vooral niet bij jou, want dat kan niet eens. He? Want daarom zit je ook te janken, omdat het eigenlijk gewoon niet eens kan. Het is gewoon een beetje manzigheid of zo, ik heb geen idee. Maar goed, Silvano, één ding. Dit is de laatste keer dat jij, of tenminste niet de eerste keer, maar dit is wel de laatste keer dat je ooit in mijn video voorkomt. Dit is ook de laatste keer dat wij ooit contact hebben gehad. Ik ben helemaal klaar met jou. Ik zal je als tip meegeven. Je moet gewoon, tenminste je moet, het beste voor jou is gewoon, hè, als jij een berichtje naar iemand toestuurt, dat je dat gewoon even laat checken, weet je, door je ouders of zo. Als je zelf niet gewoon lekker kan nadenken van, nou ja, kan ik dit wel sturen? Laat het gewoon even, vraag het even aan je vader of je moeder, of weet ik wat, je verzorgers, je opa, je oma, weet ik veel wat, aan een oudere iemand die gewoon normaal kan nadenken van, goh, kan ik dit berichtje sturen naar iemand? Kijk, want dan krijg je meteen een dreun voor je harses, hè? Want dat doe je niet. Helaas. En ja, dat had je gewoon beter wel kunnen doen misschien. Ook gewoon, ook voor nu, zeg maar. Goed jongens, ik wil bij dit videootje, wil ik hem niet de grond in trappen of wat dan ook. Ik ben er wel pissig over. Ik vraag ook iedereen gewoon om niet te gaan haten en te gaan kloten bij hem en te gaan doen. Dat schiet allemaal niet op. Voor beide kanten niet. Het schiet voor mij niet op en voor hem ook niet. voor jezelf ook niet natuurlijk, want je gaat er een hoop tijd in stoppen. Hij geeft ook aan in dat berichtje van hem van hij gaat 20 accounts aanmaken. Nou ja, ik zou zeggen, wat let je? Waarom zou je er niet gewoon 100 doen? Want als je dan met 100 kanalen gewoon op mijn videootje klikt om hem dislike te geven, dan heb ik in ieder geval, nou wat zal het wezen, een eurotje, 50 cent of zo. Zou ik dan aan jou verdiend hebben. Dus zo maak jij mij weer rijk. Nou, dat is alleen maar lekker. Want dan kan ik met dat geld, kan ik het gewoon weer lekker in mijn kanaal stoppen. En er gewoon voor zorgen dat ik wel weer wat groter word dan dat ik nu al ben. Ik zou zeggen jongens, laat dit een les wezen ook gewoon voor iedereen. Weet je, ga niet gewoon session joinen. Want dan heb je gewoon pech. Dan gooi ik je op een gegeven moment gewoon uit mijn vriendenlijst als je erin staat. Ik krijg een hekel aan je. Ik krijg een hekel aan je. Nee, maar goed. Laat het gewoon even een wijze les wezen voor iedereen. Join niet gewoon. En stuur gewoon netjes even een berichtje. Ik zou zeggen jongens, bedankt voor het kijken. Dan spreek ik jullie later weer. Ciao.